Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Lego The Hobbit. En jullie kennen deze game natuurlijk wel, want dit is namelijk een game. En ik zie nou echt wat nieuws, dames en heren. Ze hebben echt wat nieuws toegevoegd. De honden moeten we weg zien te lokken. En we kunnen met onze cursor, met dat balletje, kunnen we dus kiezen waar die fakkels neer worden gegooid. Nou, die honden moeten we weglokken. Dus we moeten sowieso fakkels gooien naar die honden. En we hebben nou 4 honden weggelokt. En ook de eigen boom staat volgens mij in de fik al. Wat niet zo heel goed is. Er komen weer 4 honden aan. Nou, ik gooi maar weer fakkels naar ze toe. 2-1? Oh my god. Waren dat 2-1? Nee, dat was er eentje. Nou, even kijken of die raak zijn. We moeten nog een paar. Zo, en dat zijn ze allemaal, denk ik. Wel heel gaaf gedaan dat alles ook echt meer in de fik staat of zo. Gelijk een cutscene. Uh-oh. Wauw. Doc. Dura die bries. Holy shit. Er komt nou een gevecht met een van de grotere bazen in de game. De man die de hand verloor. Omdat deze man waarmee ik nu vecht, even de naam kwijt, zijn hand af had gehakt. En hij is natuurlijk flink boos is geworden hierdoor. Maar we gaan eens kijken of we hem kunnen verslaan. Op zijn grote leeuw, op zijn tijger, lijkt het net. Flink aan het. Ja, het gaat lukken volgens mij. Als ik de knopjes indruk op de juiste manier. Hij komt van zijn soort paard af en we slaan hem nu. Ik weet niet of dit een goede manier is om hem te verslaan. Sowieso uitkijken voor hem. Ja, jongens, daar gaan we. Bam. Okay, zo verslaan wij dit monster. Maar wat nou echt verschillend is aan de andere Lego games, is dat vroeger zag je altijd de hartjesbalk bovenin staan. En die zie je nu niet meer. Dat is een beetje anders geworden. En even kijken hoor, wat we nu allemaal kunnen doen nog. Want hij is daar naar boven gevlucht. Nou, wat ik nu kan bedenken is gewoon de andere mannetjes vermoorden en hopen dat hij weer naar beneden komt. Oh, hij gaat wat gooien, zie ik. Oh! Uitkijken voor die vent, joh. Even uitvinden hoe we hem beneden krijgen. Dat zou fijn zijn als we hem naar beneden konden krijgen. Oh, hij komt zelf naar beneden. Nou, mooi zo. Mooi zo. Dat is alleen maar goed. Zo. En A klikken we. Huppakee. Even de item. Oh, hij zit er op zijn beest. Oh jee, daar komt de duif. Zo. We gaan nog door met het vechten. Oh. Ik ga gewoon op dat beest zitten. Huppakee. Gelijk de munten hier. Ook de muntenverzameling. Zo, huppakee. Al die beesten vermoorden op die
Kijk, huppakee. Scheur ze aan stukken. Nee, nee, helemaal niks ervan. Scheurt helemaal niemand aan stukken. Kom maar op. Kom maar, sukkels. Nog 3 te gaan, jongens. Huppakee. Zo doen we dat. Nog eentje. Zo, dat was hem. Oké, nu komt hij zelf weer in het slagveld. Niet voor lang. Oh shit. Heel veel interactie met de game. Dat vind ik echt tof gedaan. Ik ken dat programma nog van vroeger, Saved by the Bell, van Nickelodeon, of van Cartoon Network, weet niet meer van het was. Dit is nu gewoon Saved by the Bird. Nice. Nou, beter. En dames en heren, dan is dit verhaal op zijn pootjes terechtgekomen. We gaan gewoon door. I believe the worst is behind us. 25 game points voor dit level die we hebben voltooid en we gaan gelijk door met het verhaal. En we hebben helaas 80%, vorige keer hadden we iets meer, dan 82%. Maar nou met 80%. En we hebben een mini-kit. We hebben 3 stuks gevonden. En die vormen helemaal niks bijzonders. We gaan kijken wat voor evenementen we hebben vrijgespeeld op de Midden-Aarde kaart. En volgens mij zijn dat er weer een aantal die er zijn bijgekomen. Zo, die zit al heel ver van die 2 vandaan. 3 stuks. En we hebben weer een wit blokje. Dat betekent dat we 9 levels al hebben uitgespeeld. En dat we gelijk doorgaan naar het 10e level in deze game. Ja jongens, dit is het einde van de eerste film. Perfect gedaan jongens, dat was zo bijzonder in de eerste film jongens en meisjes. Dat was zo bijzonder toen je dat zag. Dat ene grote mooie oog in de film van die draak. En ja, je wist gewoon dat het in deel 2 gewoon misging. En ja, zonder te veel spoilen, het ging ook gewoon heel erg mis. En hoe dat misgaat, zie je natuurlijk ook gewoon in deze Lego game. Dus ik raad je aan, als je de films nog niet hebt gezien, om... ja, je zou dit wel kunnen kijken, maar dan ja, is het wel een beetje spoilers voor als je de film wil zien. Maar we gaan door. 12 maanden eerder. Is dat Peter Jackson? Mind if I join you? This is no chance meeting, is it, Gandalf? No, it is not. The Lonely Mountain troubles me, Sauron. Oh, lekker de wortel dopen in de koffie. Oké. Darker minds will turn towards Erebor. Take back your homeland. Unite the armies of the dwarves. The Arkenstone. It is the only thing that will unite them. What
What if I were to help you reclaim it? The Arkenstone lies half a world away, buried beneath the feet of a fire-breathing dragon. Which is why we're going to need a burglar. Oh! How close is the pack? Too close. Dat is heel apart dat het verhaal gelijk meteen doorgaat. Want ik zie nog geen aftiteling. Of aftiteling van film 1. Dat meestal heb je zoiets. En dan, dan begint film 2. Maar je ziet dus, je gaat gewoon, het speelt zich gelijk door. Dus het tweede verhaal, de film 2 gaat gelijk door. En ik zie hier een... Oké, we moeten dus gaan vliegen, denk ik. We kunnen gaan lopen, we kunnen ook die bird gebruiken. En ik denk dat we gewoon het vogeltje gaan gebruiken. Terwijl we even uitzicht, jongens. Even genieten, hoor. Wauw. Ja, echt fantastisch, jongens. Echt heel mooi gedaan. Oké, we gebruiken het... Moeten we niet die geestdingetjesnopjes volgen? Dat doen we toch altijd, de geestnopjes? Maar ik denk dat we de vogel moeten gebruiken om sneller naar ons doel te gaan. Dus ik ga heel even kijken of dat lukt. Ik denk ook dat dat ding het zegt. Je kunt alles gebruiken om snel terug te keren naar een gebied. Oké, tof. Dan gaan we dat gewoon doen. Oké, met B. En dan kiezen we... dit gebied. Nee, even kijken hoor. Niet beschikbaar op dit tijdstip. Oké, de adelaar kunnen we dus niet gebruiken. Dat betekent dat we dus een stukje gaan lopen. Is ook helemaal niet erg. Want dan kunnen we een beetje deze berg afgaan. En even kijken wat we allemaal kunnen tegenkomen onderweg. Nou, eigenlijk niet veel bijzonders, alleen prachtig landschap. Hoi! Continuing their journey, an ill feeling befell the company that they were being watched, and this time not by Azog and his army of Warg riders. Seeking shelter for the night, Gandalf led the company to a nearby location he deemed safe. However, the residents of this place was far from accommodating. Ja, het is een koksmuts, joh. Mord Ekenskeldu. Togoos, Torim Shanusdi. Thrak Golbin Akarnua. Nash. Picked up our scent. Not yet. There is something else out there. There is a house. It's not far from here where we might take refuge. Whose house? Allebei. A friend or foe. Oh, geen van beiden. Oh ja, dat was het. He will help us or he will kill us. What choice do we have? None. Dat vond ik wel heel gaaf in het verhaal, hoor. Ja, die beer was zeg maar een soort van... Ja, die kan veranderen in een persoon, zeg maar. Oh, dat is vet gedaan, joh. Of de zijkant, dat zie je nog weinig. Heb ik weinig gezien in de Lego game. Heel vet. Pak gelijk alle muntjes mee. Huppakee. Oh, hij pakt me bijna.
Oh, ik had hem bijna. Tweede miniket. Pak maar later nog een keer. Dat vind ik sowieso heel gaaf gedaan vanaf de zijkant. Rennen! Wow! Wow! Cool gedaan. I love it. Zo, pak gelijk nog een minicup mee. Huppakee. En we komen bij het huis aan. Snel. Dus heel gaaf gedaan dat je nu in dat huis zit. Want in het spel zie je dat huis helemaal niet zo detailvol als nu. Of ze hebben het zelf bedacht, of ze hebben echt gekeken of gelezen in de boeken hoe dat er dan precies eruit zag. Maar ik vind het gaaf. Plankjes pakken. Kan nooit genoeg hebben. We hebben de 75, jongens. Echt wel veel gespaard, hoor. Oh. Sleutel wordt meegenomen door een bij. Fucking droog. Dat hebben we wel nodig, natuurlijk. Ik ga gelijk voor alle muntjes, denk ik, zomaar. Laat hier wel lekker bezig zijn. Kijk. Daar kunnen we nog wat kijken. Plantje zie ik. Echt droog dit, hoor. Wie kan ook weer dat touw? Kijk hoor. Hij kan dat, geloof ik. Ja. Valt het ding waarschijnlijk op die... Ja, op die honing. Die honingbijtjes. Oké, en nu? Nu mag ik Gandalf. Gandalf heeft namelijk de kracht om met die magie, met die sterretjes. Let op. Kijk, huppakee. Oh jee. Waar gaat hij nou heen? Oké, nog droger. Legt hij hem op een boom. Kan er ook nog wel bij. Niet getreurd. Ik weet iets. Ja, dat gaat goed. Ja. Hoe komen we daar dan weer? Moeten we dus op het dak komen om die sleutel te pakken? Bomber hebben we nodig. Nou, ik heb hem toevallig geselecteerd. Dat is mooi. We geven bommen wat te eten. 2 wortels, 1 stokbrood en 2 visjes. Daardoor wordt hij dikker en kunnen op zijn buik springen. Heel droog. Oh. Oh, eten ook de tapijt op waar hij op zat. Geniaal. Alle mixjes pakken, jongens.
Kijken of we voor die 100% kunnen gaan dit keer. Ben benieuwd. Op het dak zit ook genoeg rotzooi. Ik zie hier ook vogeltjes hebben hier gezeten, zie ik. Zo. Kijk, dat mos op het dak is ook wel heel realistisch gedaan, joh. Gelijk alles lopen, jongens. Hier nog kijken of hier wat zit. Kijk. Oh, shit. Nee, niet vallen. Goed zo. Heel rustig lopen. Oh, dat is crappy besturing. En we hebben 100% gehaald. Yes. Nou, dus voor het eerst. In de levels, in de geschiedenis van de levels. En we hebben de sleutel. Mooi zo. Come on, get his heart. What is that? That is our host. His name is Beorn. He's a skin changer. He's leaving. Get some sleep, all of you. Waarom moet hij die bij kroelen? You'll be safe here tonight. Leuk gedaan, joh. Och. Echt droog. Dit was het level. Wat doe je niet? Een klein level. Maar wel heel gaaf. Heel leuk level, vond ik het. We hebben natuurlijk 100% gehaald. Dat betekent dat we een meester inbreker zijn. En daardoor krijgen we een... Nou, we hebben 3 minikits gevonden. 2, sorry, van de 3 die we zagen eigenlijk. En we hebben een extra wit blokje. Voor de 100% die we hebben gehaald. En we gaan door met het verhaal. So you are the one they call Oakenshield. Tell me, why is Azog the Defiler hunting you? You know of Azog? How? My people were the first to live in the mountains. Before the orcs came down from the north. Once there were many. Now there's only one. So you need to reach the mountain before the last days of autumn. I don't like dwarves. Maar orks, I hate more. What do you need? In de film speelt zich binnen aan tafel af, maar nu buiten, heel apart. We must go through Mirkwood. The wood elves of Mirkwood are not like their kin. They're less wise and more dangerous. Hij viel gewoon in slaap, terwijl hij aan het praten is tegen hem, echt droog. En we zitten dit keer op paardjes! Echt heel gaaf. De paarden zonder staarden. Nou ja, ze hebben wel staarden. En dames en heren, voor een leuke video. Vergeet geen groen duimpje te geven, zou heel fijn zijn. En zien we de volgende keer terug bij een nieuwe aflevering van Lego de Hobbit. Doei doei!